Deze video is mede mogelijk gemaakt door Utrechts Landschap. Vandaag mag ik wat heel erg cools gaan doen. Ik ga namelijk mee op een wintertelling voor vleermuizen op Park Vliegbasis Soesterberg. Een oude militaire basis waar allemaal objecten zijn waar vleermuizen in overwinteren. En één keer per jaar wordt er een telling gedaan om te kijken hoeveel vleermuizen daar dan aan het overwinteren zijn. Dat betekent in donkere ruimtes op zoek naar vleermuizen. En daar heb ik heel veel zin in. Zo, dat was het eerste object. Is toch mooi, aan de binnenkant zijn er allemaal kleine structuren, stenen, stukken bevestigd waar die vleermuizen in en achter kunnen kruipen. En die zitten dan in al die shelters, kelders die hier zo op de vliegbasis aanwezig zijn. Kan je niet zomaar in. Er moet behoorlijk wat voor gedaan worden om dat open te krijgen. Dus dat is me goed ook, want die vleermuizen die houden natuurlijk van de rust die ze daar kunnen pakken. Daar kunnen ze overwinteren. Het blijft een constante temperatuur en daar gaan ze heel goed op. 8 watervleermuizen tot nu toe, 1 gewone grote hoor, dus lekker bezig. En nou ben ik natuurlijk vandaag mee op een wintertelling, maar ik ben niet degene die zelf telt. Ik ben slechts mee voor de verslaglegging, om het zo te zeggen. Maar ik ben vandaag mee met de groep van Fons. En Fons, waarom doen jullie iedere jaar die wintertellingen? Vliegbasis Soesterberg en omgeving. Mm-hmm. Daar liggen ongeveer 40 ondergrondse verblijven die bestemd zijn als winterverblijf voor vleermuizen. En gewoon in het kader van natuurmonitoring kijken we één keer per jaar hoe het gebruik is, hoe de populaties van vleermuizen zich ontwikkelen. En dat is in dit geval van 4 verschillende soorten vleermuizen die in de ruime omgeving van Soesterberg zomers leven. Maar hier overwinteren. Ah, kijk. Dus in die zin is het niet ook gewoon leuk om even te kijken van, nou god, wat zit er nou allemaal? Maar ook echt van, hoe gaat het nou met die vleermuis? Jazeker. Hoe ontwikkelen de aantallen zich? Ja. En kijk, ja. En gaat het goed met de vleermuis hier? Het gaat hier op de vliegbasis Soesterberg, de voormalige vliegbasis Soesterberg, gaat het uitstekend. Kijk, ja. Nou dat is mooi. Dus ja. We hebben nog een goede kans om nog veel te gaan zien vandaag. Ja. De verblijven zijn heel goed afgesloten. Je hebt deze denk ik al laten zien. Mm-hmm. Die zijn afgesloten met grote betonnen platen. En om ons toegang te geven, worden die door een graafmachine aan de kant gezet. Wij kunnen naar binnen. We zijn een paar minuten binnen en we zijn weer buiten. En we gaan weer door naar het volgende object. Kijk, ja. En zo gaan we er nog een heleboel aflopen vandaag. Dus we gaan er nog een leuke ochtend van maken. Deze was heel succesvol. 17 watervleermuizen. Geweldig aantal. En nu weer door naar de volgende stek. Hier zit een beeldje. Ik heb het niet geteld.
Om Franjestad. 921. Tot nu toe hebben we een mooi aantal vleermuizen kunnen zien. Ook een paar mooi vast kunnen leggen. Sommige die wat vrijer hingen, dan hoef je niet heel ingewikkeld te doen. En de reden dat die vleermuizen hier zo juist in die bunkers kruipen, is omdat het een lekkere constante temperatuur heeft. En een goede luchtvochtigheid die ze prettig vinden. Gecombineerd dan met objecten die aan de muur gehangen worden, zodat ze daar een beetje tussen kunnen kruipen, maakt dat een hele fijne overwinteringsplek voor die beestjes. En dat is ook wel handig, want vleermuizen zijn hartstikke nuttig. Die eten namelijk heel veel muggen en andere insecten waar wij mogelijk last van hebben. Dus het is juist hartstikke mooi dat die vleermuizen hier veilig onderkomen hebben. Wil jullie dit ook? Twee helpen. En hoe komen we dan binnen? Het is heerlijk om ons. Ja, ik zie er één. Twee zie ik hier. Ja, daar hangen. Dus in dit stukje, tot hier, tot dat blok waar Frans Jans in hoofd staat, daar hebben we drie watervleermuizen en één Frans Jans. Nou, voor mij zit de wintertelling van de vleermuizen hier op de vliegbasis erop. Tellers gaan nu even lunchen en die hebben zometeen nog een flink aantal plekken waar ze nog even langs moeten. Dus die zijn nog wel even zoet, maar het was heel tof om een keer zo mee te gaan. Het is fantastisch om te zien dat al die oude bunkers en schuilkelders, dat die helemaal mooi ingericht zijn voor de vleermuizen. Dat de vleermuizen er ook goed gebruik van maken. We hebben meerdere soorten gezien. Watervleermuis, franjestaart. We hebben ook nog grootoorvleermuizen gezien. Dus wat dat betreft heel erg tof. En ik vond het heel cool om zo een keer in de wereld van die dieren te kijken die je toch eigenlijk anders niet ziet. Dus dat was wel echt waanzinnig. Grote dank aan de tellers natuurlijk dat ik mee mocht. En ik heb ervan genoten. Ik hoop ook dat jij het tof vond om mee te kijken naar hoe deze bijzondere dieren geteld worden in de winter. En als je het een vette video vond, doe even een duimpje omhoog en laat even een reactie achter. En als je nog niet geabonneerd bent, vergeet dat dan ook niet te doen. Zie ik jou de volgende keer weer. Tot dan. Doei doei! Deze video werd mede mogelijk gemaakt door Utrechts Landschap.